Hallo allemaal, hartelijk welkom op deze geweldige kerstuitzending. Maar dit is natuurlijk geen kerstmuziek, dan moeten we echt hele leuke... Wie wil graag Midden in de Winternacht zingen met elkaar? Met z'n allen, jullie kent die toch wel Midden in de Winternacht? Nou, we hadden namelijk een oproep gedaan vorige week. We zochten namelijk nog een synthesizer voor ons vrouwenorkest, wat we met Oud en Nieuw gaan doen. Daar is zeggen en schrijven, één synthesizer heeft zich opgegeven. Geef dan een applaus, hier is Judith van Dun. Judith, kom even te... Echt een verrassing dat jij nu al bent geselecteerd. Wat Cor, ze doet, ze is heel goed, hè? Ja, ontzettend goed. Jullie hebben haar nog helemaal niet gehoord. Jullie weten helemaal niet hoe ze goed is. Echt, we hebben een maxpubliek in de zaal. En we hebben zoveel blazers. Vrouwelijke blazers. Ik weet niet of dat komt omdat ze oraal sowieso al geoefend zijn. Maar ze zitten hier. Geef even een hartelijk applaus. Al onze blazerettes die nog hebben opgegeven. En we denken, dat is een heel mooi idee. Om Midden in de Winternacht te doen, gewoon met het eerste trompet. En dan zingen we dus een stukje. En dan daarna gaat de gordijn open en dan krijg je een heel mooi Paul Wonder Winterland te zien. 1, 2, 3. Nee, Cor, de synthesizer zou spelen. Dat hebben we afgesproken. Tuurlijk ben je ook belangrijk, maar nu even niet. Midden in de winternacht ging de hemel open. Die ons helpt echt hartstikke lekker wereldbracht. Je hoort heel duidelijk laten citer slaan. Ik neem aan dat in deze doos ook wel een citergeluidje zit. Vast wel. Maar jij kan hem niet vinden, zie ik. Vergaan niet. Oké, laten citer laten luiden aan. Laten bel, laten trom. Laat ga je bel, trom horen. Christus is geboren. Ga je nu? Vrede was het over en al welke dieren kwamen bij de schapen in de stal en zij gilden samen. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt hij niet? Laat het zien. Inzetten als ik in mag zijn. Sorry, kerstmis. Vrede. De blazerettes, ontzettend leuk. Als jullie niks ontsteken de komende weken, dan mogen jullie als blazers, mogen jullie aan vrouw allemaal mee. Je mag allemaal meedoen. Kan dat eigenlijk of niet? Jij hebt er wel zin in om een soort muzikale parenclub te maken met jezelf. komen jullie allemaal het nummer Wat een mooie dag doen? En jij komt natuurlijk toch... Oh, ik ben nog even naam met Petra, toch? Nee, Judith. Jij komt dat toch ook, Judith? Zeker, leuk. Een nieuwe dag doen. Ja. Oké, nou bedankt. Neem je dingetje lekker mee. Volhouden met die bezen, want ze mekkeren en blaten, dat wil je niet weten. Dus ik heb altijd gedacht van, goh, ik zou mijn broer wel eens iets anders willen gunnen... dan die verrekte schapen. En dus dacht ik van, nou, iets subtropischer, of kamelen, of maagden, of weet ik veel wat. Maagden? Ja, weet ik veel. Is leuker dan schapen. Ik kan de blazers vragen of er misschien even de blazers nog... Ik zie daar de vrouw enorm teleurgesteld, nee. Ik ben alles behalve maagd. Nee.